Jair Ferwerda's interesse was direct gewekt toen hij gisteren achter de schermen bij het Eén Vandaag verkiezingsdebat een bekende vader en zoon zag staan. De presentator van het debat, Pieter Jan Hagens, stond namelijk te keuvelen met zijn zoon Sam Hagens, de presentator van HLF8. Ik vind dit wel een heel mooi shot. Als Jair met draaiende camera op de twee afstormt, roept hij, vader en zoon hier bij elkaar. Ja, 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 ja. Sam, Sam, kom gewoon even. Ik wil even een recensie, ik wil even een recensie van de zoon over papa. Sam probeert aanvankelijk nog even weg te vluchten, maar blijft dan alsnog staan, is te zien in het Jinek-item. Ik vind dat hij het heel goed heeft gedaan, antwoordt het tv-talent. Jair, ja, Sam, ja, ja. Jair vervolgens tegen Pieter Jan, en wat vind je er zelf van Pieter Jan? Pieter Jan, ja, zeg. Ja, ik vind ook dat ik het heel goed. Nee, volgens mij was het een helder debat. Waarom Sam wilde wegvluchten bij Jair is onduidelijk, al ziet hij van dichtbij dat je van het stempel, Nepobaby, niet vrolijk wordt. Zijn HLF8-collega Noah Valen wordt keer op keer herinnerd aan haar beroemde moeder Linda de Mol, terwijl veel mensen niet weten dat Sam ook een bekende vader heeft. Net als met Noah is het ook met Sam heel erg snel gegaan. Hij is tegenwoordig talkshowhost, maar 6 jaar geleden hoopte hij nog verslaggever te worden bij RTL Nieuws, waar hij toentertijd werkte. Zijn vader Pieter Jan destijds, Sam, zit nu bij RTL Nieuws en zijn droom is daar verslaggever te worden. Het is interessant te volgen hoe die twee, Sam en zijn dochter, Red, het aanpakken. Ik zit er met mijn neus bovenop en hoor goede dingen over ze. Recentelijk werd bekend dat SBS6 stopt met HLF8. Dat betekent dat Sam zijn baantje als talkshowhost in rook op ziet gaan en hij zich tevreden zal moeten stellen met zijn werk als verslaggever van Hart van Nederland. Ook zal Sam weer regelmatig op de kruk verschijnen bij Vandaag een site, ondanks dat Johan Derksen hem niet echt mag. Vanavond zit hij weer eens in dat programma, voor het eerst in lange tijd.